mijn nieuwe video. Vandaag ga ik laten zien wat voor beauty en verzorgingsproducten ik allemaal de afgelopen weken heb opgemaakt. En met ik bedoel ik eigenlijk we, want ook mijn vriend en mijn dochter die hebben dingen opgemaakt, producten opgemaakt. Die zitten hier ook in. Normaal deed ik dit soort video's eigenlijk elke maand. Dat is alweer een paar jaar geleden. Maar ondertussen heb ik de producten wel weggegooid. Of een keer op Pinterest laten zien in een artikel. Alleen dit is echt van de afgelopen weken. Ik vertel gelijk wat ik ervan vind. Of ik het opnieuw zou kopen. Een beetje mini reviews. En genoeg gekletst. Laatste product is deze InShower Body Lotion van Nivea. Het heeft een andere taalverpakking. Want deze komt bij Nutino heb ik die gekocht. En deze komt denk ik uit Polen of zo. Ik heb geen idee. Ik koop dit meestal bij Nutino. Of bij de DM, omdat het iets goedkoper is dan in Nederland. Sowieso, de producten van Nivea zijn daar wat goedkoper. En ze hebben er meerdere varianten. Ik heb nou eentje met aloe vera in de badkamer staan. Dus dit is een product wat ik steeds opnieuw blijf kopen. En wat ik gewoon heel fijn vind. En ook goed verzorgend voor de wat drogere huid. Dan een product wat Roy, mijn vriend, heeft opgemaakt. Is van Schwarzkopf Tufts Power Gel Max Power nummertje 8. Ja, die koop ik steeds voor me opnieuw, omdat dit volgens hem de beste haargel is. Dus het zal wel, ik gebruik het verder nooit, dus ik kan er ook iets veel over vertellen. Dan voor Biore een Michelin reinigingswater met houtskool. Dit is een nieuwere variant. Je hebt er ook een met baking soda, die heb ik nou in de badkamer in gebruik. Dit is mijn favoriet. En nou dat die op is, mis ik hem eigenlijk ook, want ik merk gewoon dat deze net wat fijner en beter werkt voor mijn huid. Dus die ga ik gewoon weer opnieuw kopen bij de etels, bij het kruidvat. Dan heb ik van Douglas Home Spa de Bread of Amazonia. Ik kan niet zo goed Engels. Een douchecrub van Douglas Huismerk. Deze heb ik al een jaar of anderhalf in de badkamer staan, denk ik. Die lijn was echt super lekker. Hij is niet helemaal op, maar hij ruikt gewoon niet meer lekker. Hij ruikt naar Play-Doh en dat was niet de geur die hij had. Hij is gewoon helaas niet meer goed. Er zit echt maar een klein restje in, maar omdat ik zoveel producten test, zo gebeurt het soms wel eens. Het is echt super zonde, want het is wel een fijne scrub, een wat dikkere scrub. En ja, ik weet niet of ik deze trouwens opnieuw ga kopen, want ik heb nog zoveel scrub staan. Dat ja, eerst opmaken voordat ik dat weer opnieuw ga kopen. En dat is voorlopig nog niet. Luxe probleem, ik weet het. Dan van Vitis heb ik gezond tandvlees mondwater. Mijn tanden zijn super gevoelig. Als ik naar de tandarts ga, heb ik ook altijd gaartjes, tandplak, weet ik. Terwijl ik twee keer per dag mijn tanden poets. Van alles nog een flos, stokers, ragers. Ik heb altijd pech bij de tandarts. En toen was ik vorig jaar, ook alweer anderhalf jaar geleden, ik weet het, ik ben zo in de warme maanden. Maar toen kreeg ik van de mondhygiëniste de tip om van Vitis producten te gaan gebruiken. En dan vooral de roze lijn. Ik heb daar ook een tandpasta van. Daar match ik met elkaar. En sinds ik dit gebruik zijn, is mijn tandvlees echt minder ontstoken. Minder last van gaatjes. Ik was de vorige keer bij de controle. Ik had maar een heel klein gaatje. Dus ik had echt iets van... Hè? Daar kun je dan trots op zijn. Dat zijn van die kleine dingen waar ik heel blij van kan worden. Dus ik merk wel dat het werkt. Ik vind het alleen een beetje duur voor mondwater. 8 euro of zo. Maar ja, het is wel een grote fles. Maar dit is een product wat ik ook gewoon weer opnieuw koop. Dan een product van Embryolisse. Dit is de, ik noem het altijd de LCC creme, of de LCC zo, maar het heet de Late Creme Concentrate. Ik heb, dat spreek ik dus gewoon weer verkeerd uit, sorry. Maar dit is een crème, die heb ik 4 jaar geleden een keer gekregen op een persdag. En, oh, er zitten haar aan, lekker. En sinds dat ik hem heb gekregen en getest, koop ik hem elke keer zodra die op is, gelijk weer opnieuw. Ik heb net bij Douglas ook weer een nieuwe besteld. Het is een dagcreme. Het is je kan hem gebruiken als primer, als masker. Het is gewoon zo'n fijn product. Er zit ook echt niks meer in. Ik heb hem helemaal uitgesqueezed. Dat alles eruit kwam, zeg maar. Ja, het is voor mijn huid. Ik heb een droge huid. Ik heb allemaal droge plekjes hier. Gewoon overal. Vooral nu met de koude winterse maanden. Is dit gewoon een product waar ik niet zonder kan? Ik gebruik ook gewoon nog een dagcreme of een nachtcreme van een ander merk. Maar dit gebruik ik dan als afwisseling als het echt nodig is. Of gewoon als extra product. Ja. Ook weer een product wat ik gewoon opnieuw zou kopen. Zou ik voor de afwisseling dan niet doen wat ik absoluut niet opnieuw zou kopen? Nou, daar komt hij. Dit is een eyeliner van Sotheby's. Ik hoop dat ik het ook goed uitspreek. Deze heb ik in december gekregen in een perspakket. Het is een wat duurder merk. Volgens mij echt wel een duurder merk. En nou ben ik sowieso niet zo van de eyeliners. Maar
Ik probeer het de laatste tijd wel vaker te gebruiken. Maar dit is... Nee. Het is duurder. Het is niet mooi zwart. Blijft ook niet goed zitten. Niet fijn om mee te werken. Eigenlijk heb ik helemaal geen... Ja, design is mooi. Maar pluspunten heb ik gewoon niet zo voor dit product. Ik heb meerdere eyeliners van Essence, Catrice en L'Oreal. Die werken 10 keer mee. Ze zijn echt mooi zwart. Dan dit. Dus hij is niet op. Maar het gaat wel weg. Dan gaat het product weg. Make-up product van Ofra. Dit is Charmed. Deze komt uit de... Manny & Murray. De meest gaat die buitenlandse YouTuber op het moment volgens mij. Maar goed, dat weet ik allemaal verder niet. Dat volg ik niet. Maar ik wilde deze hebben vanwege Charmed. Charmed is mijn favoriete tv-serie van vroeger. Ik weet dat er inmiddels weer een reboot is. Maar 3 andere meiden. Maar ja, ik heb liever de originele kast. Lang verhaal kort. Hij is niet meer goed. Het is een prachtige kleur. Maar hij is oud. Hij gaat weg. Dan heb ik een douchegel van Balea. De crème douche. Die haal ik altijd bij de DM. 55 cent. Prima. Ruikt lekker. Beetje chemisch. Maar ja, 55 cent. Dan een doucheschuim van Nivea. De Silk Mousse Abrikoos Marshmallow. Ik dacht dus, ik had deze gekocht bij Notino. Dat is een online webshop. Wat dan verzend naar Nederland. Maar de producten komen eigenlijk uit het buitenland. Om het zo te zeggen. De meeste producten. En ik dacht dus dat deze variant helemaal niet in Nederland verkrijgbaar was. Dus ik was een beetje enthousiast aan het shoppen. Oh leuk, Nivea. Die ken ik nog niet. Gewoon in mijn mandje. En toen liep ik een week daarna bij de kruidvat. Stond hij ook gewoon. Maar heerlijk product. Ik koop dit steeds opnieuw ook. Dus, En dan nog een douchefoam die ik eigenlijk steeds opnieuw koop. Deze heb ik niet gekocht. Deze heb ik gekregen voor kerst. Is de Ritual of Hamam van Rituals douchefoam. Dit is met eucalyptus. Ik ben in december bijna de hele maand ziek geweest. Griep, dan weer griep terug. Longontsteking, weer griep. En als je dan gaat douchen met dit, dan is het net alsof je in een stoombad zit. Weet je, dat je Vicks Faberup in een badje gooit met je hoofd op, boven het teltje, theedoek erover en gaat dampen. En dit is dan onder de douche te vaak. Zo lekker. Alleen, ik heb hem zelf 3 keer gebruikt. Mijn vriend heeft hem gebruikt. En mijn dochter is er flink mee aan de slag gegaan. En is alweer leeg. Maar dit koop ik ook wel weer opnieuw ooit. Weet je, dat zijn van die dingen die ik meestal rond de feestdagen of verjaardagen vraag of krijg. Of voor mezelf koop. Dan heb ik van Beauty and Planet de Coconut Oil en Ylang Ylang. Hope and Repair Conditioner. Ik heb de shampoo nog boven staan. Daar zit, zie ik wel een beetje in, maar dat krijg ik er niet meer uit. Beauty Planet is sinds een paar maanden een nieuw merk in Nederland. En daarvan had ik een pakketje gekregen, ben ik gaan testen. En ik vind het echt hele fijne producten. De geur is lekker van deze lijn. Er zijn meerdere lijnen, daar kan ik niet over praten, want die heb ik niet getest. Maar het zijn flinke flessen, er zit 400 ml in. En het maakt mijn haar schoon. Deze niet, dat doet een shampoo. En dit maakt het lekker zacht en een heerlijke geur. Dus ja, ook weer iets dat ik opnieuw zou kopen. Van Balea heb ik een shampoo opgemaakt met mango. Dit is ook zo'n basic shampoo wat ik steeds opnieuw koop bij de DM. Alleen ik koop hem wel omdat ik denk het is goedkoop en dan heb ik het in de badkamer. Maar of het ook echt wat doet, niet echt. Maar ik heb toch een nieuwe weer in de badkamer staan. Dat ik dan ga winkelen daar en denk, oh, een paar cent. Ik weet het even niet. Volgens mij is deze wel iets duurder. Maar dan zie ik hem staan en neem maar mee, voorraadje. Terwijl ik hem eigenlijk niet eens heel fijn vind. Maar toch moet hebben blijkbaar. Dan de 2 laatste producten. Die zijn allebei van Smashbox. Dat is een van mijn favoriete iets duurdere merken. Ik noem het geen high-end. Het is wel wat duurder. Maar ook niet zo duur als Chanel of Dior. Dus ja, het is maar net wat je echt duur vindt eigenlijk. Wat je onder high-end vindt. Maar dit zijn producten die ik al heel lang in mijn collectie heb. En ik was het een beetje aan het opruimen. Ik doe elke maand mijn make-up collectie en mijn verzorging collectie opruimen. Wat ik niet gebruik gaat gelijk weg. Doneer ik, geef ik aan vrienden, familie. Want anders heb ik gewoon in drogisterij doeklassen in huis. Daar heb ik de plek niet voor. Maar tijdens het opruimen kwam ik nog 2 oudere producten tegen. De Smashbox Photofinish Hydrating Primer. Smashbox is natuurlijk super populair en bekend vanwege zijn goede primers. Dit is een super fijn product. Dit is mijn 3e tube. Maar deze is inmiddels al zo oud en
vind die met een pompje. Dat is ook van Smashbox. Ik weet even niet hoe die heet. Primerizing volgens mij. Dat is een dagcreme en een primer in één. Die vind ik beter bij mijn huid passen. Dus die gaat weg. En dan lang verhaal kort. Of kort verhaal lang. En de Smashbox Camera Ready BB Cream. Ook een goed product. Maar dit ligt al zo lang in de laad. Dat ga ik ook afscheid van voor het kijken. Laat hieronder even weten wat jij onder andere afgelopen weken, maanden hebt opgemaakt. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg!